Ho. Hé, hey, een appel. Die redt blijkbaar levens. Zoals uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat wanneer u dagelijks fruit eet, u niet alleen gezonder, maar ook nog eens gelukkiger wordt. En dan hoor ik u denken, klopt dit? Ja, dat klopt. Oh, dokter, dat is fruitig nieuws. Zo, echt wel. Voordat die appel of die peer, de pruim, de kers, de bessen, de bramen en frambozen in uw mond belanden, maken ze heel wat mee. Van extreme hitte naar droogte, vrieskou, een hongerige mus of een ekster. Maar zo weerbarstig als ze zijn, kan ze dit niet weerhouden om de fruitigste te worden. En daarom staan deze helden hier met veel passie te plukken. Gebruik Dorien insecten om zo minder bestrijdingsmiddelen te hoeven gebruiken. Keurig. En gebruik Theo bijen voor het bestuiven van al zijn fruitbomen. En Jacques? Jacques? En ligt Jacques elke dag boomstammen te controleren. Iedere dag werken honderden fruittelers zich uit de naad om al dat Hollandse fruit nog fruitiger te maken. En het mooie aan dat Nederlandse fruit is niet alleen dat de producten om de hoek worden geproduceerd en hartstikke lekker zijn, maar ook nog eens dat we er een prachtig landschap aan overhouden. En door al dat fruit heeft Rea een prachtige persikhuid. En dankzij hen kunnen wij dagelijks kiezen uit het gezondste en lekkerste fruit in de schappen. Nee! Dat ziet er goed fruit.